Goed nieuws voor wie de 40 nog niet heeft bereikt. Ja, ik ben er zelf net overheen, maar toch, ik heb nog goede hoop. De kans is namelijk aanwezig dat je dan door de razendsnel ontwikkelende technologie op medisch gebied nooit meer doodgaat. Wij spraken afgelopen middag met de futurist die ons het eeuwige leven belooft. Allow me to introduce my mother-in-law Clara, my wife Michelle and my daughter Sylvia. In Hollywood is het al de normaalste zaak van de wereld. De mens wordt één met de technologie en zal nooit sterven. How long have I been down? 250 years. En ook Madonna blijft op zoek naar de eeuwige jeugd. I'm 160. Nu lijkt de fictie toch echt werkelijkheid te worden. Volgens de Britse futuroloog Ian Pearson blijft iedereen die nu onder de 40 is, eeuwig leven. So I'm saying that anyone that's under 50 has got a pretty good chance of living forever, at least electronically. And bearing in mind also that your body might carry on living well over 100. You might want to get rid of it before it gets to that point. Eeuwig leven doe je natuurlijk niet in een oud en afgetakeld lichaam. Nee, dan pak je gewoon het goddelijke lijf van een dertiger of een, jawel, cyborg. So one day when your body dies of old age or you get a nasty disease or something, it won't really matter very much because your mind will carry on. You'll just find a nice cute android and use that as your body, go to your funeral and go back to work on Monday morning. We transfer the human consciousness between bodies. Met je hoofd in de wolken, de clouds, is tijdreizen dan ook appeltje eitje. If you've got this potential to be in the cloud and to use any android, supposing you wanted to go to Sydney Opera House this evening or something, you can just go there in a half a second across the net, upload into a higher android over in Sydney, and you know, go and join your Australian mates physically. Ik wil het toch heel even iets duidelijker maken. Want je wordt een beetje afgeleid door de robots en door zijn spectaculaire montuur. Maar het gaat er mij om... Dit is, ik las het gisteravond in de Telegraaf en ik dacht, dit is fantastisch nieuws. Ja, ja. En jij gaat en dan, hier ook helemaal mee, toch? I'm a believer. Ja. Dat wil ik ook wel zijn. Maar ik heb het idee dat door de technologische ontwikkeling binnen de medische wetenschap... dat we zo snel hard gaan met die ontwikkeling... dat je inderdaad, als mijn arm eraf valt, dat ik een nieuwe print. Als mijn lever het opgeeft, dat ik een nieuwe krijg. Dat ik die gewoon uitprint. Ja, ja. En nu wil jij weten, is dat zo? Nou, ik wil alleen maar weten dat het zo is. Dat eigenlijk. Het zo is, ja. Nee, zeg het. Ja, ik ben hier wel een beetje sceptisch over. Weet je, het gevaar aan trendwatchers in het algemeen... is natuurlijk dat het best wel makkelijk toekomst voorspellen is... als het best wel lastig wordt om diegene eraan te houden. Want of wij dit allemaal nog mee gaan maken, is de vraag. Hij de stelling is, als je 2050 haalt, dan hoef je nooit meer dood te gaan. Kat in het bakkie. Nou, hij gaat dan wel een beetje kort door de bocht in wat er allemaal mogelijk is. Maar wat zeker waar is, wat jij net ook zegt, die medische wetenschap... die is natuurlijk heel hard gegroeid, waardoor wij echt al een tijdje gemiddeld ouder worden. Sinds 1840, geloof ik, komen er elke 10 jaar 2,5 jaar gemiddeld bij. Dat wil niet zeggen dat de absolute leeftijd ook maar lineair door blijft schieten. Ik geloof dat de maximale leeftijd ergens rond de 122 ligt. Nou, ik geloof niet dat we heel snel... naar het eeuwige leven toezicht. Maar als stel Ruben heeft eigenlijk een nieuwe leven nodig... dan print hij hem en dan is die leven weer helemaal nieuw. Dus als je dat met al je organen doet en alles wat je kan printen... Dan heb je een nieuwe leven. Nou, er zijn een paar kanttekeningen. Ik ben geen medisch expert, dus ik praat nu vooral naar wat ik ook van artsen heb begrepen. Bijvoorbeeld je brein, dat is niet iets wat je zomaar kunt vervangen. De neuronen, die staan voor je herinneringen. Die zorgen maar daar moet ik het toch niet van hebben. Dus die kunt missen. Organen kun je inderdaad printen. Ja. Fair enough. Tenminste, daar zijn we al een eindje mee op weg. Het gaat nog niet helemaal vlekkeloos. TU Twente trouwens, hier in ons eigen Nederland, kan al biomateriaal printen. Dus met levend weefsel kun je dan beschadigd weefsel wat opkalefateren. Maar nog niet naar een staat van perfectie. Het is niet zo dat we jouw 90-jarige persoon straks hup terug kunnen beamen naar een frisse dertiger. Maar dit moeten we toch helemaal niet willen? Nee, dat is dus ook de vraag. Want stel, als iedereen alleen maar blijft leven, wat gaan we dan doen? Overbevolking, gaan we dan allemaal op de aarde blijven? Ik denk het niet, want dan wordt de aarde dan een beetje te klein voor. Dus dan moeten we ook andere planeten gaan. Ja, precies. Daar heb je ook al een tijd voor natuurlijk. Kun je ook 6 maanden in een ruimteschip zitten naar Mars? Want jij hebt toch alle tijd. Nee, maar dat geloof ik allemaal wel. Want ik denk dat we daar ook wel weer iets voor verzinnen. Dan zitten we in een klein aquarium, maar virtueel loop je de hele wereld over. Maar ik wil dit weten. Klopt dit? Kan het inderdaad zijn dat als je 2050 haalt... dat ze dan voor alles een oplossing hebben? Nou,
Ik zou bijna zeggen, nee, dat kan niet. Omdat ik niet denk dat al die facetten die we nodig hebben om hier te komen... Hè, tuurlijk, een orgaan printen, dat gaat nu nog niet vlekkeloos en misschien dan wel. Maar dan ben je er nog niet. Weet je, nee. Je DNA maar, verouderd. Wat hij ook zegt is van ja, je kan uiteindelijk ook je hele brein downloaden... en vervolgens uploaden in een soort computer... En dan kun je in een Android... En precies, dan... ja. En dan kan Ruben nog wel lekker ouderwets met zijn orgaantjes zitten printen. Nou, dat waag ik te betwijfelen. Maar Elon Musk bijvoorbeeld heeft een start-up waar die mee bezig is... om je brein met kunstmatige intelligentie te verrijken. Ik denk dat dat wel een vlucht gaat nemen. Super. Dus dat je je eigen brein houdt, maar dat je daar kennis in kunt uploaden... en dat je met je brein rechtstreeks machines kunt sturen. Goed nieuws voor ons, hè? Dit kan ik weer inschrijven. Dan gaan we maar ook als wie komen we dan terug? Dat is de vraag. Nou, wie zou je willen zijn? Ja, ik denk dat Rick ook wel een type is die dan alles illegaal gaat downloaden... en dan weer een virus krijgt. Dat je dan alsnog exit bent. Seksueel overdraagbaar virus, niet oké. Ik wil als Rick terugkomen. Nou goed. Ik als Ron Brandstede. Dankjewel, Vivian.